Welkom bij Venlo Hotspot. Al jaren is de gemeente een van de beste locaties van Nederland en Europa op logistiek gebied. Ook de maakindustrie en de agri-food zijn volop in ontwikkeling. In deze driedelige serie laten we zien wat er in Venlo allemaal gebeurt op die verschillende gebieden. In aflevering 2 volgen we drie studenten van de Has Hogeschool die stage lopen bij de nieuwste Venlose versmarkt. Nemen we een kijkje bij een jonge Venlose onderneming die wereldwijd accessoires verkoopt voor onder meer Apple-producten. En krijgen we te horen waarom Venlo de belangrijkste hotspot is. Maar we beginnen bij B. Benders. Daar loopt Wiep namelijk stage. Zij studeert aan de Has in Venlo. Bij die opleiding staan agro en food centraal en dat sluit perfect aan bij de plek waar ze nu werkervaring op doet. Mijn stage doe ik onderzoek naar het eetplein. Sommige dingen zijn nog een beetje onduidelijk voor de gasten en dat willen ze wat duidelijker maken. Dan mag ik kijken hoe ik dat ga doen. Het insteek van het eetplein is eigenlijk dat je bij elke varkensafdeling, bij de roze bordjes, zoals hierboven, eten kunt bestellen en meteen kunt afrekenen en mee kunt nemen naar het eetplein. En mij is opgevallen dat er eigenlijk nergens aangegeven staat hoe het eetplein werkt. En het staat alleen aangegeven op het eetplein zelf. En dat mag nog eigenlijk wel wat duidelijker voor de gasten worden. En behalve een pizza kun je ook een yoghurt zelf samenstellen. Of kun je eigen salade samenstellen en die kun je dan hier afrekenen en meenemen naar het eetplein. Ja, soms wordt er ook van mij verwacht dat ik meehelp in de keuken. Dus dan mag ik meehelpen met salades maken of groenten en fruit snijden. Het sluit fantastisch aan bij onze opleiding. We houden ons bezig met het ontwikkelen van nieuwe foodconcepten. En dit is natuurlijk een uitgelezen kans om het hier te testen en uit te proberen met consumenten. Nou, ik ga je eigenlijk weg met een goed gevoel als ik ook zeker weet dat B. Benders wat heeft gehad aan mijn onderzoek. En als ik over een paar weken hier terugkom en zie dat meer mensen het begrijpen en meer mensen op het eetplein zien. Terwijl Wiep het eetplein verder gaat perfectioneren tijdens haar stage, laat Remco ons kennis maken met Mujo. Bij dat in een historisch pand gevestigd bedrijf is hij International Sales Manager. Iedere morgen rijd ik door de Venlose binnenstad naar de Lindenskantoor op weg naar Mujo. Nou, wij maken hoge kwaliteit accessoires voor MacBooks, iPhones, maar ook touchscreen handschoenen, waar het eigenlijk helemaal mee begonnen is. Nou, we zitten hier in een monumentaal pand, de Lindenskantoren. Nou, dit is ons werkplek. Hier zit Remy, een van de mede-eigenaren. Joel en Tamana. En daarachter zitten Tom en Kieran. Ja, dat is vandaag heel erg rustig. Normaal zit het hier helemaal vol. Ja, en daarachter hebben we nog ons warehouse met alle opslag van de producten. We hebben hier onze iPhone 10 cases. Dit is een van onze meest populaire producten die wij wereldwijd distribueren in ongeveer 50 landen. Onze full leather wallet case. Dat is een van onze unieke producten waar wij als Mujo bekend mee zijn. Dus met de wallet aan de achterkant, waardoor je eigenlijk geen portemonnee meer nodig hebt. Ik ben eigenlijk International Account Manager. Ik ben het contactpersoon voor al onze distributiepartners en retailpartners. Dus ik zorg dat het contact goed is, dat alle zendingen goed lopen. Dat de producten ook daadwerkelijk in de winkels komen. En dat wij zoveel mogelijk producten verkopen wereldwijd. So, now I have two items selected. Ik ben even onze stagiaires aan het sturen. We werken altijd met verschillende internationale stagiaires hier. Ze doen vooral support, logistiek, maar ook de inkoop helpen ze bij. En iedere morgen moet ik ze even aansturen wat ze moeten doen en hoe ze de dag in moeten delen. We laten Remco zijn stagiair nog wat instructies geven en maken een uitstapje naar de bedrijventerreinen. De naam van dit programma zegt het al, Venlo is dé hotspot. En dan met name op logistiek gebied. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa doet de gemeente en de regio het al jaren erg goed. Eind vorig jaar bleek uit een groot Europees onderzoek dat Venlo door ondernemers wordt gezien als de beste vestigingslocatie in Europa. Ligging, beschikbaarheid van grond en personeel en kosten van het vastgoed zijn zaken waarmee rekening gehouden wordt. Bijna diezelfde criteria worden meegenomen tijdens de jaarlijkse nationale uitverkiezing van de logistieke vakpers.
De prijs Logistieke Hotspot van Nederland is inmiddels 13 keer uitgereikt en maar liefst 9 keer ging Venlo ermee aan de haal. We verlaten de bedrijventerreinen en gaan terug naar B. Benders. Ook Wies loopt daar namens de HAS stage. Zij heeft op marketinggebied een belangrijke taak gekregen. Ik ga vandaag enquêtes afnemen onder de Duitse gasten hier in Venlo. Die hebben een nationale feestdag vandaag, dus het ideale moment. En mijn stage betreft meer Duitse gasten hier de winkel binnen te krijgen. Hoeveel zijn er eigenlijk in Venlo? Het is een feiertag. Je zegt het al dat er zoveel zijn. Dat is eigenlijk al een van de belangrijkste redenen waarom we die mensen binnen willen halen, die Duitse gasten. Omdat die nog te weinig komen. Massa's kassa. Kennen ze je niet? Oké, schade. Ik denk dat het heel goed aansluit bij mijn opleiding, omdat het natuurlijk een food-gerelateerd bedrijf is. En ik zelf heel erg ben geïnteresseerd in de Duitse markt, waar ik ook na mijn opleiding verder in wil gaan, hier in de omgeving. Vielen Dank. Tschüss. Ze vinden het heel leuk, zeker ook als je enthousiast met ze gaat praten en als je echt met ze in gesprek gaat, dat merk ik wel dat ze dat heel leuk vinden. En natuurlijk als ze gratis koffie erbij krijgen, dat springt natuurlijk helemaal aan. Ja, ik hoop minimaal 100 enquêtes af te nemen en natuurlijk ook onder de Duitse gasten meer bekendheid te krijgen. Nou, als ik die enquêtes klaar heb, ga ik ze samen ordenen en selecteren. Daaruit ga ik conclusies trekken en daarop volgend ga ik een actieplan opstellen. We laten Wies rustig verder gaan met haar enquête en maken een uitstapje naar de Venlo Facts. Wist u namelijk dat in de gemeente Venlo vorig jaar de meeste vierkante meters logistiek zijn verkocht in heel Nederland? Het gaat om maar liefst 441.000 vierkante meter. Er jaarlijks 80.000 containers worden afgehandeld bij ECT Venlo. Dat mede als gevolg daarvan 75% van het containervervoer van Nederland naar Duitsland via Venlo gaat. En tot slot, Venlo behoort volgens Europees onderzoek tot de top 5 van de meest bedrijfsvriendelijke steden. En van de Venlo Facts gaan we terug naar salesmanager Remco van Mujo. Hij laat ons een van de eerste producten van het bedrijf zien. Dit zijn onze touchscreen handschoenen. Zijn wij als pionier een van de eerste begonnen met het ontwikkelen van deze handschoenen, waarmee je eigenlijk in de winter je telefoon kunt bedienen terwijl je handschoenen aan hebt. Dus je hebt gewoon warme handen. Stel je bent op de fiets, krijg je een berichtje binnen of je wordt gebeld. Je kunt je telefoon gewoon bedienen. We zijn al operatief in iets meer dan 50 landen in retail. Dus dan heb je echt de bijenkorven van deze wereld, de Apple resellers en dergelijke, design boutiques, fashion stores. En dan via Mujo.com verkopen we in over de 100 landen. Ja, hoe is dat als eigenaar om te zien dat je bedrijf inmiddels zo groot geworden is en dat je gewoon over de hele wereld producten verkoopt? Ja, dat is heel tof. Het is vooral ook tof als je gewoon mensen die in New York op vakantie zijn en dan foto's doorsturen dat ze naast iemand op het terras zitten met een Mujo case. Dus ja, dat geeft van een kick. Gisteren nog in Düsseldorf, waar we uit eten, zat ook iemand met een nieuwe case voor ons. Wij ontwerpen alle producten hier. Daarnaast distribueren wij via dit kantoor al onze producten in Europa. Daarnaast hebben we nog een warehouse in China, waar alle producten gedistribueerd worden buiten Europa. Tot zover Remco bij Mujo. We gaan nog een keer terug naar B. Benders. Femke is de laatste van het drietal stagiaires van de HAS Hogeschool bij de Versmarkt. We zijn hier onderweg naar Balo, naar slagerij Gielen. En daar ga ik foto's maken voor stage. Die foto's komen dan op social media, op een flyer. Hallo. Hoi. Kan ik je er even mee helpen? Nou, deze balkenbreide hier wordt gemaakt, die verkopen we bij ons in de winkel. En we willen dus aan de gasten laten zien waar het product vandaan komt. Dus van begin tot eind eigenlijk hoe het wordt gemaakt. Het geheim van goede balkenbrei. Verse grondstoffen, uiteraard het vlees, het spek, bloed. Goeie bouillon. Ja, zoals je ziet is het wel niet zo'n hele smakelijke kleur. Dus je wilt wel echt dat het er goed uitspringt en dat het er een beetje aantrekkelijk uitziet. Ze ligt ook wel een beetje druk op mij, maar ik ga het zeker wel goed doen. En ik heb ook wat tips gekregen, dus dat gaat zeker lukken. Wat als het niet goed is? Ik denk dat ik dan terug moet komen.
Wat wij gemerkt hebben is dat de studenten aan de HAS echt een hele enorme betrokkenheid hebben bij wat wij doen. Wat ons concept is. Direct van boeren en telers producten betrekken. Heel veel ambacht hier, ter plekke producten maken. En die mensen die voelen zich dan als een vis in het water. Ze zijn super creatief, ze komen met hun ideeën. Vaak hebben ze als achtergrond ook die agrarische sector. Ik ben nu de foto's aan het bewerken die ik daar heb gemaakt. Ga ik zo meteen uitprinten en ophangen in de winkel. Femke haar taak zit er voorlopig even op. Dat geldt niet voor Venlo als hotspot. Heel veel logistieke dienstverleners hebben zich inmiddels gevestigd binnen de gemeentegrenzen en nog altijd wordt er volop gebouwd. Dat is met name goed te zien op Tradeport Noord. Daar is ook een van de grootste distributiecentra van Nederland gevestigd met een oppervlakte van 140.000 vierkante meter. Dat de bedrijven zich hier vestigen is niet voor niets. Naast onder meer de ideale ligging ten opzichte van Duitsland en België is Venlo ook trimodaal ontsloten. Dat wil zeggen makkelijk bereikbaar via weg, spoor en water. Al deze ontwikkelingen dragen eraan bij dat Venlo nieuwe bedrijven blijft trekken en daarmee krijgt de werkgelegenheid een boost. En met de mooie luchtbeelden sluiten we de tweede aflevering van Venlo Hotspot af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.